Goeiedag vanuit Sari haar slaapkamer, welke jullie uiteindelijk nog steeds niet af hebben gezien. En als ik het nu laat zien, klopt het ook nog niet helemaal. Ik had wat beelden gefilmd van de laatste stukken verf en dergelijke, weet ik nog. Maar uiteindelijk heb ik die niet gepost, omdat Sari opeens geboren werd natuurlijk. En dat vond ik leuker. Maar waarom sta ik hier nu? Ik ga Sari voor het allereerste keer in haar eigen bedje laten slapen. Nu, het is nu, hoe laat is het? Iets over 1:30. Dus ze heeft net om 1 uur voeding gehad. En we willen haar regelmatiger gewoon in het donker hier in haar eigen kamer laten slapen. Ze sliep tot nu toe eigenlijk overdag altijd beneden in de box. Of bij ons, gewoon lekker liggen. Maar ik denk dat het goed is om haar ook in haar bedje te laten liggen. Dus dat wilde ik even nu vastleggen, dat het dus vandaag de eerste dag is dat ze gewoon in haar eigen ledekantje staat. Ik kan even een... ze staat. Slaapt. Ik kan heel even een rondje nu laten zien van hoe de kamer is. Ik moet zeggen, er mist één ding. En één dingetje is nog steeds niet gedaan. En er mist nog een klein beetje aankleding hier op plankjes. Maar je snapt het idee. Ik ga het even laten zien. En dan zullen we eindigen met een knap kind gewoon in bed. Wat? We komen dus binnen, dat weten jullie. Geen idee meer of jullie ook die kleur en dergelijke hebben gezien. De commode is nu kaal, want we hebben het aankleedkussen beneden liggen. Maar die gaan we ook weer naar boven verhuizen, dat we meer hier gaan verschonen toch. We hebben hier plankjes, wat ik al zei, die is dus een beetje kaal. Deze hebben we gekregen van mijn nicht volgens mij, als kraamcadeautje. En de lamp die daar hangt kunnen we dus gebruiken met verschonen zo. Ik zal hem even aandoen. Dan zie je ook daar hoe dat is. Kunnen we die gebruiken als we gaan verschonen. Behang hadden jullie natuurlijk wel gezien. En dat het bedje staat. Deze stoel hebben we gekregen van mijn vriendinnengroep. Alira heeft dezelfde, praktisch dezelfde met dus het geboortekaartje. Dit is het geboortekaartje. De voorkant tenminste van Sari. Maar hier staan wat luiers nu. En de knuffel in de hoek. En de gordijnen hebben jullie volgens mij ook nog niet gezien. Dezelfde kleur groen een beetje. Nu staat daar het badje. Maar hier hoort eigenlijk een stoel. Die staat nu boven op onze kamer voor het voeden. En uiteindelijk ooit een keer komt hier een kledingkast. Maar wij gaan zo meteen, als we dit meer gaan gebruiken, gaan we alle kleding, zoals nu ligt alle kleding boven. Maar dan gaan we alle kleding hier in de commode doen, hebben we met de Lira ook gedaan. Dus vandaar dat we geen kast hebben nu. Maar ja, dit is dus uiteindelijk de kamer zoals die nu op dit moment is. En Sari, die ligt hier lekker. Kijk, deze heb ik ook gekregen als, onder andere als kraamcadeautje van mijn team. En zij is hier alweer bijna uit. Ze heeft heel veel gedronken net. We hebben haar omgekleed. En nu gaat ze lekker hier slapen. Hè, popje. Slaap lekker. Ik ga de babyfoon hier aandoen. Kijken of dat lukt zo met één hand. Ik ben een beetje onhandig dan. Lukt even niet. Ik ga wel eerst jullie doei zeggen. Want dan kan ik hem er even goed zetten. En dan gaat onze knappe meid hier lekker slapen. Slaap lekker schoonheid. Tot zo. Goeie. Avond op deze donderdag. Ik wilde even iets vastleggen, want de leraar die is voor de eerste keer dat we het Sinterklaasjournaal aandoen. En dat ze dus, dat we iets met Sinterklaas doen met haar. Dus kijk, we zijn, dit is het Sinterklaasjournaal met de kerstboom erbij. We hebben heel snel gegeten. En dan Sinterklaasjournaal voor de allereerste keer, hè? Gaan we Sinterklaas zien? Kijk, de Pietjes erbij. Zoals u allemaal weet. En gaan we eens kijken, hè, wat Sinterklaas hier bij ons thuis. Sorry, ik heb de hik. Kom doen. Hey Alira, wat heb jij net gedaan? Schoen. Heb jij je schoen gezet? Waar dan? Laat eens zien. Laat eens zien. Oh, en wat gaat daar gebeuren dan? Waarom heb je daar een schoen neergezet dan? Wie komt er dan misschien wel langs? Hey. Wie komt er dan misschien wel langs, Alira? Wie komt er dan langs, Alira? Er komt misschien wel Sinterklaas langs, hè?
En wat komt Sinterklaas? Wat komt Sinterklaas dan doen, Alira? Oh. Hé, hey, wat komt Sinterklaas dan doen? Met zo zetten. Werpen. Ja. In de zon. Inderdaad. Dat is slapen. Inderdaad, dat heb jij heel goed begrepen. Een cadeautje in de schoen als wij gaan slapen. Ja. Wat goed voor jou, Alira. Dan moet je eerst inderdaad slapen, want Sinterklaas komt als hij slaapt, hè? Oh, gaan we dan lekker slapen? Nou, dan gaan wij tanden poetsen, Alira. En dan gaan we omkleden. En dan misschien als je morgenochtend wakker wordt. Misschien is Sinterklaas dan wel geweest. En ondertussen is deze jonge dame slaapt nog steeds niet. Oh, je hebt een beetje teruggegeven. Die heeft net heel goed gedronken. Oh, dat krijg je niet weg. Maar dat was om, even kijken, hoe laat is het nu? 6:15. En ze heeft nog 4 uur gedronken. En ze is nog steeds wakker. Dat is niet de bedoeling, jonge dame. Maar goed, doen we niks aan. Alira, jonge dame. Kijk, nog 1 keer naar de schoen. En dan gaan we een dagje slapen. Hand voor je mond als je hoest. Je hebt nog steeds mooie rode wangen. En dan slaap lekker. The next day. Hey, goedemorgen, Alira. Hallo, kom eens kijken. Kom eens kijken. Weet je nog wie er misschien is geweest vannacht? Hey. Kijk. Ja, kom maar. Weet je nog dat we onze schoenen hadden gezet voor misschien Sinterklaas? Kom eens kijken. Kom eens kijken. Oh. Wat is dat? Is Sinterklaas geweest, lieverd? Heb jij gewoon een cadeautje onder jouw schoen? Wauw. Ga maar zitten. Ga eens kijken. Is Sinterklaas geweest voor jou? Wauw. Oh, nee. Ja, die is voor jou. Ja, lekker met pakpapier gewoon. Oeh, wat is dat? Nee. Ja, wacht even, die is van mama. Mama's schoen. Ja, dank je. Hé, maar Alira, wat zeg je dan tegen Sinterklaas? Kijkje. Goed zo. Gaan papa ook een cadeautje uitpakken? Lukt dat met Sari? Lukt wel met één hand, denk ik. Maar papa heeft ook een cadeautje van Sinterklaas. Kun je helpen? Ja, dat is een goeie. Papa heeft ook een cadeautje gekregen, hè? Wat super lief van Sinterklaas, hè? Ja. Papa Sinterklaas cadeautje. Oh. Oh, is dat mooi? Is het een doos? Huh? Oh. Hand voor je mond als je hoest, Alira. Oh. Oh, wat heeft papa gekregen dan van Sinterklaas? Oh, wauw. Wat is dat? Een spelletje gekregen. En zullen we mama's cadeautje ook uitpakken? Maar dan gaat mama even vragen of papa even de camera wil vasthouden. Wacht, Alira, heel even wachten. Ik ga wel even op de bank zitten. Kijk, jullie naar papa toe. Woep. Kom jij helpen? Kom even hier zitten. Zo. Oh, even de speentje. Even. Sorry. Slecht beeld. Slecht beeld, sorry. Zo. Sari vraagt een speen. Wacht, zou ik een klein stukje helpen? Kijk, ik doe even zo. Ik ga hem uitpakken, hè? Kun je ergens aan trekken? Oh, wat is dat? Oh, lekker. Moet je ruiken? Lekkere kaas. Dat is ik niet lekker dat, ik denk niet maand. Dat Alira iets kan ruiken op het moment. Oh, ja. Hey. Hey, wat zeggen we nou tegen Sinterklaas? Kijkje. Dankjewel, Sinterklaas. Dankjewel, Sinterklaas. Oh, goed zo. Hey, goed gedaan. Nou, het regent nog steeds een beetje. En deze mevrouw die is nog steeds niet blij. En dan gaat ze heel traag lopen. Maar ja, we moeten toch een keer even op pad. Want we moeten zo ook weer eten. Een lunchje. Dat is hetzelfde. Hij blijft gelukkig droog. Lekker ingepakt. Kom, vriendin. We gaan. Als het te lang duurt, dat het dan niet door de ding heen gaat. Nee, dus doorlopen. Kom maar. Ondertussen is het droog. En is dit de oplossing? Want mevrouw wilde niet lopen, dan blijft ze alleen maar jammeren. Dus Alira die zit daar. Sarah die slaat gewoon hier. En ondertussen zijn we er alweer bijna. En is het eindelijk droog, gelukkig.
En ja, de wagen is een beetje nat geworden, want we hadden niet verwacht dat het zo lang zou duren. Of zo hard zou gaan, zeg maar. Maar ja, laten we die zo meteen even binnen staan. En dan is hij zo weer droog. Toch? Ja. Ja, je moest huilen, hè? Ik weet het. En dan kunnen we er niks mee als ze zo huilt, want dan hoort ze niks meer. Fietsen. Nee, je wilde niet fietsen, hè? Nou, dat komt wel. Dat leer je vanzelf. Goedemiddag op deze zaterdagmiddag van de week is het voor ons geweest. Jullie hebben dat hiervoor gezien. Mochten wij ons schoen zetten en heeft Sinterklaas ons ik ben de woorden kwijt. Getrakteerd. Maar ik zag opeens iets waarvan ik dacht, wat is daar aan de hand? Nog een keer. Getrakteerd inderdaad op een leuk cadeautje. Toch, Adira? Was Sinterklaas er van de week, hè? Hallo? Hey, mocht je je schoen zetten van de week, hè? Sinterklaas. Sinterklaas. Hey, je moet dan die kant op, Ries. Waar ga je heen? Wacht even. Je gaat toch gewoon terug dan? Nee. Hoe gaan we? Nou ja, oké. Okay. Maakt niet uit. Ries is aan het rijden. Hij heeft schijnbaar... Oh, ik weet wat je gaat doen. Ja, never mind. Ik snap wel wat je gaat doen. Er is de A27 is... afgesloten. Dit gaat van de hak op de tak trouwens. De A27 is afgesloten en het is heel druk hier nu met auto's. Maar dus omdat iedereen door Vianen heen gaat, om naar de andere kant te gaan, of naar de A2 denk ik te gaan, naar de snelweg. Maar wij kwamen er dan nu ook nergens tussen omdat er zoveel auto's rijden, dus we rijden anders. Want, waar gaan we nu naartoe? Alira, waar gaan we nu naartoe? Ja, want Sinterklaas die komt aan in Vianen, of is ondertussen al aangekomen, moet ik zeggen. Nou konden we daar niet bij zijn dat hij aankwam met de boot. Want we hadden bezoek vanmorgen voor Sari. Maar hij is wel, als het goed is, in de voorstraat hier in Vianen is er van alles gaande, blijkt. Ik weet niet precies wat, maar daar gaan we nu met z'n allen naartoe. Sari die ligt daar ook. Zie je niet goed, maar ze ligt er wel. Dus we gaan even kijken. Sinterklaas is er als het goed is. Geen idee wat nog meer, maar dat gaan we even hopelijk ontdekken. Zo, nou kijk, we zijn op de voorstraat uitgekomen na een parkeerplekje gevonden te hebben. Alleen Alira mag nu geen pepernoten van de pietjes. We hebben eigen pepernoten mee, hè? Maar kijk, hier zien we al de eerste pietjes. Kijk eens, de piet, Alira. Even kijken wat hier allemaal is, joh. Jeetje. Mooi, hè? Dan zie je dansen. Wat zie je allemaal? En ondertussen slaapt Sarah lekker door. Ja? Heb je de glutenvrije Piet gezien? Wat? Heb je de glutenvrije Piet gezien? Vrije Piet? Oh, glutenvrije Piet. Hey, oh wat goed. Kijk, Alira, gaat daar een treintje met alle kindjes erin. Weg. Hey, zullen we kijken of Sinterklaas er ook is? Alira, gaan we kijken. Waar is Sinterklaas? Springkussen gevonden. Dit is hoe Alira springt zonder springkussen. Goed zo, Alira. Wat doe je dan goed? Leren.
En ze is zo dapper, want hier, dat kiept zo om. En zij verwacht dat ze dat wel eng zou vinden, maar dat doet ze echt heel erg goed. Ik ga het zo, woehoe! Hey Alira, wie is daar? Wie is daar? Zie je wie daar is? Kijk, daar loopt hij. Kijk eens Alira, wie is daar? Dat is Sinterklaas. Wie is daar? Hey, is dat Sinterklaas? Kijk, daar gaat hij daar. Alleen het regent opeens heel hard, dus ze staan te schuilen. Wie is dat? Alira, Sinterklaas. Oh, wauw. Gaan we even kijken bij Sinterklaas? Wie is dat, Alira? Hey, wie is dat? We zaten in een hele lange rij, dus we gaan niet in de rij staan, maar kijk, daar is Sinterklaas. Hey, is dat Sinterklaas? Hebben jullie op tv gezien, hè? Is hij daar nu echt? Dat is leuk, maar we moeten helaas weer naar huis om Sari eten te geven. Ze kunnen niet in die rij gaan staan. Alira, vind je Sinterklaas mooi? En je hebt glutenvrije pepernoot gekregen, hè, van de glutenvrije Piet. Nou, doei Sinterklaas. Zeg je doei tegen Sinterklaas? De pepernoten zijn alles en nu pepernoten is leven. Gaan we naar huis? Gaan we naar huis, hè, in de regen? Lekker naar huis, kunnen we lekker voeden. Ja. Oké, zeg je doei? Doei, zwaaien. Zeg maar doei Sinterklaas.